zuiden. Oké, is goed. Deze auto rijdt vet hard achteruit. Rijden, dat ben ik wel echt helemaal zat vanavond. Wat een rit van 4 uur zou moeten wijzen, heb zo'n beetje 6,5 uur geduurd. Overal wegwerkzaamheden, een paar ongevalletjes, ook een keertje verkeerd gaan rijden, kostte ook weer 20 minuten extra. Dan ben ik wel een beetje zat hoor. Mama, wat een drama. Ik wilde hier wel eens zijn op die prachtige plek. Oké, beloofd. De volgende shot is op de prachtige plek. Drone shotje doen, denk ik. Ja, moet ook gebeuren. Zo is het. Koela soepie op het veer. Die we straks daar lekker op gaan smikkelen. Maar kijk wat een uitzicht vanuit onze camper. Normaal, schat. Nee, dat is toch prachtig. Hier is het toch om te doen allemaal. Ja, dat zeker. Dat is toch schitterend. Dat je vanuit of vanaf je aanrecht zo'n view hebt. Je mag hier eigenlijk alleen verblijven tot 10 uur 's avonds. 6 tot 10. Ik denk dat we er toch even blijven slapen, want we nemen het risico. Maar goed. We hebben al even met de drone gekeken voor een mooie fotoshot. En de conclusie is dat we hier eventjes omhoog moeten lopen. En ik hoop dat ik dat red vanwege mijn heup, zoals ik jullie vertelde. Dus ik ga het wel proberen, want ik denk dat het wel pittig is. Ja, en dat het de foto waard is. Ik zal morgen wel last hebben, maar dan zien we dan wel weer. Dus dat wordt even een klein klimmetje. Ik hoop dat het niet langer dan 10 minuten duurt of zo. We moeten zelf maar even een paadje vinden. Ja, het is wel een beetje. Om omhoog te klauteren. Geen flauw idee. Het is niet dat er een wandelpad ligt. Nee. Nou ja. Kijk, we moeten misschien zo om of zo. Ja. Omdat ik nooit meer loop, heb ik ook een conditie van een stoeptegel. Nou, dat is niet veel. Ik ga hier morgen zo'n last van krijgen. Wij hebben de spot gevonden. De viewpoint. Heel hoog zijn we nu. De camera doet niet echt de justice wat wij aan het bekijken is, maar het is prachtig. We zijn uiteindelijk boven gekomen. Dat was best wel pittig. Ik ga het morgenochtend niet meer doen. Dat eigenlijk is ochtend hier mooier. Dan schijnt de zon tegen de berg aan. Maar dat wordt me te veel vanwege mijn heup. Ik kan de foto die we met de drone zagen, was best wel mooi. Ik wil met mijn footyfilm maken. Dan kan je hem toch even wat groter uitprinten of op onze website zetten. Werk aan de muur. Ja, ik zie de compositie niet. Zoals ik hem met de drone zag, waren we toch een beetje ander standpunt. Ik zie wel hier iets moois met de brug en zo, maar ik kan het niet helemaal vinden. Dus ik denk dat het een beetje mission failed is. Ik kan huilen. Ik kan huilen. Het is
is nu inmiddels donker, je mag hier vanaf 10 uur niet meer parkeren. En wij dachten heel stoer te wezen, nou, we gaan het gewoon proberen. Maar toen spraken we net een paar mensen die zeiden, er wordt hier heel veel gecontroleerd. Dus ja, dat zou niet verstandig wezen. We gaan nu op zoek naar een andere parkeermogelijkheid. Yeah. Hier 35 minuten vandaan, een stukje rijden nog. Wat een drama. Helemaal geen zin in, het was hier prachtig. Zeker. Maar goed, daar schijnt het ook prachtig te wezen. Alleen de vraag is, is er daar plek? Er waren maar 6 plaatsen daar. Dus, dat wordt ook spannend dus. Wordt even spannend, maar goed. Laten we gaan. Het is al laat, pikken donker. Maar ja, laten we hopen dat er in ieder geval plek is. Ja. Dan kunnen we met een gerust hart slapen. Zijn we toch een brave mensen? Slaap toch even lekkerder. Als je niet bang hoeft te zijn dat er iemand komt controleren. We hebben die andere plek niet gevonden met die 6 plaatsen. En toen zijn we hier gewoon gestopt om even te kijken wat we zouden doen. Toen kwam er meteen een park ranger aan. Die zei, ja, jullie moeten vanaf 10 uur weg. Het is nu 9 uur, maar hij waarschuwde ons. Er is 1 plek in de buurt. Dat is betaald parkeren met de camper. Maar die zit misschien vol. Daar gaan we nu achter komen. Dat is 10 minuten terug. En anders dan is het nog een uur rijden of zo. Dus het wordt nog even een zoektocht. Mama. Zo staan we eindelijk op een officiële camperparkeerplaats. Hoeven we ons niet druk te maken over boetes. Want die man zei, je moet veel geld betalen als wij langskomen. En je bent illegaal aan het parkeren. Wijntje. Geen zorgen te maken. Lekker slapen. Morgenochtend weer vroeg. En doe alvast even een duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Ja. Dat waarderen wij zeer. Goedemorgen allemaal. Het is heel vroeg vanochtend. We zitten in een echte prachtige gebied. Maar het is alleen heel mistig. Heel mistig. Zien jullie dat? Wow. Maar het wordt een prachtige dag, dat kan ik nu al zien. Ik weet niet of jullie daar op de andere kant kunnen zien. Een beetje blauwe lucht. Het wordt echt mooi weer vandaag weer. Weer warm denk ik, want de laatste paar dagen hadden we echt 26 graden. Oeh, lekker warm. Misschien een beetje te warm, maar ja, het altijd klagen. Te warm, te koud. Wat is het, hè? Ik vind het prachtig. We wachten tot de mist een beetje wegtrekt. En dan daar staan een hele mooie rij bomen. Dat kunnen jullie helemaal niet zien. Maar als de mist wegtrekt wel. Tenminste, als hij wegtrekt en dan een beetje boven het water zweeft. Dat wordt wel een leuke foto, hoop ik zo. Dus dat is even wachten. Het is f***ing koud. Ja, het wordt er ook niet mooier op, want de zon is aan die kant. En, Wat wordt het voor shot vandaag? Ik denk, we gaan weer verder. Later! We gaan onze baan ver... Pardon. Koele soep. Maar ja, moet je even zeggen, maar ja.